Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door T-Mobile. Dit is Stadion Galgenwaard en dat was afgelopen week een hot locatie. Op dinsdag vond hier bijvoorbeeld de vrouweninterland plaats, Nederland tegen IJsland. En de Leeuwinnen van Andries Jonker weten in de dying seconds te winnen. En daarmee wordt ook het ticket voor het WK van 2023 veiliggesteld. Afgelopen zondag waren er hele andere belangen. Utrecht thuis tegen Vitesse. Een wedstrijd die heel lang veel weg heeft van een bloedeloos 0-0 gelijkspel. Maar Bas Dost, die besluit in de absolute slotfase anders. Schieten 1-0 achter Kjell Scherpen en dat is ook de eindstand. Mooi dat je kijkt naar FC Utrecht TV. Vandaag verwelkomen we aan de desk Marlou Peters. Dat heeft alles te maken met de bekendmaking van een week geleden. FC Utrecht gaat aankomend seizoen namelijk weer vrouwenvoetbal oppakken. Het vrouwenvoetbal zit natuurlijk in de lift. Maar Marlou, waarom uitgerekend nu vanuit FC Utrecht dat weer oppakken? Ja, goede vraag. Ik denk dat het moment is voor onze club om weer terug te komen. Ik bedoel, een grote club als FC Utrecht moet staan voor zowel mannen als voor vrouwen die in de top presteren. En ik denk gewoon dat we het dit keer ook echt heel anders kunnen doen. Hè? Met gewoon meer middelen, maar ook echt een andere benadering. Dus wegblijven van die stichtingsvorm en vooral gewoon het integraal oppakken. Met de hele club die erachter staat, we hebben zoveel draagvlakken kunnen creëren in het afgelopen jaar. Ja, daar ben ik gewoon echt onwijs trots op. Ja, want een kleine 10 jaar geleden, toen moesten jullie min of meer noodgedwongen stoppen met vrouwenvoetbal. Dat had vooral met de financiën te maken. Ja. Hoe anders is de situatie nu als je hem vergelijkt met toen? Ja, dat is echt wel een wereld van verschil. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de markt die nu ontzettend groeit. Doordat de Oranje Leeuwinnen presteren, doordat de Eredivisie steeds beter wordt. Ja, en daardoor merk je gewoon ook in onze omgeving dat er heel veel mensen enthousiast zijn. Nou, je hebt zonder twijfel leuke reacties gehad, maar wat zijn de meest onverwachte voor jou geweest? Ja, de onverwachte was toch wel echt, denk ik, een aantal radiozenders die ons benaderden om live in de uitzending te komen. Ik denk dat we dat aan de voorkant gewoon echt niet hadden verwacht, dat er zoveel aandacht kwam en dat het ook zo positief op is gevangen. Ja, we gaan zo meteen van alles te weten komen over die tak die dus weer gaat ontstaan binnen FC Utrecht. Maar eerst naar de wedstrijd van afgelopen zondag, want Utrecht nam het zogezegd hier in de eigen Galgenwaard op tegen Vitesse. Utrecht en Vitesse slecht begonnen, maar de laatste wedstrijd allebei winst. Doen steeds meer teams en het lijkt bijna tot de eerste treffer voor Utrecht. Ik denk dat beide kanten op een plek staan wat extra spanning geeft. Dat is zoals het moet. Je hebt eigenlijk zoveel zin om te laten zien voor die goal wat je kan en er komt geen bal. Van de Kust, dat is een goede bal hoor. Toen dacht ik van nou, datgene wat je traint komt een beetje terug. Je moet altijd naar jezelf kijken, blijven gaan. En het is binnen. 1 goede bal en het is binnen. Het is binnen voor Dost. Ja, je zag ook in mijn juichen natuurlijk dat het mij heel veel deed dat uiteindelijk dan het toch nog goed komt. Op dit moment is dit het en dan ben ik wel heel blij dat we nog een punt of 3 pakken nu. De buit is binnen. Ja, wat dat betreft is het gewoon heerlijk dat we nu zeg maar 2 keer achter elkaar gewonnen hebben. Misschien dan niet met groots voetbal, maar die overwinningen staan. Ja, de opluchting was afgelopen zondag bijzonder groot. Bas Dost, letterlijk en figuurlijk de grote man. Utrecht dat aankomende vrijdag natuurlijk op zoek gaat naar die 9-3 scoren. Zo meer over het duel met NEC Nijmegen. Eerst praten we verder over het vrouwenvoetbal. Want als je dat weer oppakt, Marlou, waar begin je dan ooit? Ja, we beginnen natuurlijk met heel veel nieuwe dingen te ontwikkelen. Maar aan de andere kant ook weer niet. Want we zijn natuurlijk al die voetbalclub en onze hele structuur die staat. Dus het gaat vooral om hoe ga je dat nu gezamenlijk oppakken. En hoe ga je zorgen dat je precies hetzelfde oppakt. En dat is vooral waar heel veel energie in gaat staan. Maar ik denk toch wel waar we zijn begonnen is om goed na te denken wat voor begroting we neerleggen en hoe we die gaan inzetten. Ja, want de grootste hoorde die je hebt overwonnen in die zin, welke is dat? Nou ja, de grootste hoorde is denk ik wel echt het draagvlak creëren binnen de club. En daar zijn we echt een jaar heel hard mee bezig geweest. Misschien dat ik aan de voorkant dacht dat ik daar echt nog wel nog meer energie in moest steken. Maar er kwam zoveel energie uit die club over dat onderwerp vrouwenvoetbal. Dat ja, we geen moment langer moesten wachten om het aan te kondigen dat we weer gaan beginnen. Nee, jij hebt zelf een verleden als profvoetbalster. Voor de mensen die dat even niet weten. Hoeveel profijt heb je daar nu van?
Ja, onwijs veel. Ik denk dat in die periode dat ik zelf voetbalde, dat er ook nog heel veel dingen beter konden. En juist ook van die dingen die beter konden, ja, daar heb ik van geleerd. En dat kan ik nu natuurlijk ook anders doen. En beter doen voor die meiden die dezelfde dromen hebben die ik had. Ja, en wat gaat, als het aan jou ligt, aankomend seizoen zeker zichtbaar worden hier in de Galgenwaard of bijvoorbeeld op Zoudenboog? Ja, ik denk dat er zichtbaar gaat worden dat er steeds meer vrouwen op het sportvak komen. Wat nu natuurlijk echt nog helemaal niet is. Anders dan collega's die hier werken. Nou, dat heeft echt al een positieve invloed. En voor de rest denk ik gewoon nog meer sfeer. Ja, vrouwen brengen sfeer. En ik denk dat onze club daar zeker profijt van gaat uithalen. Ja, we praten zo met jou verder. Over Zoudenboog gesproken trouwens. Daar gaan we nu heen. Want FC Utrecht onder de 18 nam het afgelopen zaterdag op Sportcomplex Zoudenboog op tegen de leeftijdsgenoten van Almere City FC. FC Utrecht onder 18 krijgt Almere onder 18 op bezoek en komt al vroeg op 1-0. Aurelio Oelers is de doelpuntenmaker. Er is nog geen kwartier gespeeld voor de mannen van Kevin van Veen. Vorige week wonnen ze met 4-2 van Vitesse. Het doel vandaag tegen Almere, minder tegendoelpunten krijgen. Nou, doelpunten maken gaat goed. Jesse van der Haar. Vorige week tegen Vitesse goed voor een hattrick. Na 19 minuten maakte hij de 2-0. En Utrecht gaat door. Goeie assist. En weer Jesse van der Haar. Het zit in de genen. FC Utrecht onder 18 is op stoom en wordt dan ook nog een handje geholpen. Je krijgt medelijden met de doelman, Jonkman van Almere City. Want hier is na een half uur spelen de 4-0. Het is de tweede hattrick op rij van Jesse van der Haar. En die had er wat blijer mee mogen zijn, maar was geblesseerd geraakt. En moest de wedstrijd ook staken. Voor rust nog 5-0. Rafik Erguiwi, de doelpuntenmaker. Almere onder 18 wordt overlopen en dan krijg je in de tweede helft ook nog zo'n goal. Van richting veranderd, doelman Jonkman opnieuw kansloos. Per Kloosterboer krijgt hem op zijn naam. En FC Utrecht gaat stug door Bram van Driel met de 7-0. En FC Utrecht wilde wat doen aan de tegendoelpunten. Dat lukt niet helemaal. Eindstand dankzij Bert-Jan Joemhoek, 7-1. Dat was schattig, net op de tribune hoorde ik een klein jochie zeggen. Ja, 7-1, dat is wel minder goed dan 7-0. Ja, daar ben ik het volledig mee eens. Ja, dat mag niet gebeuren. Die tegengoal mag niet. Als je zo domineert en beter bent dan je tegenstander, dan mag je dat niet toelaten. Je staat met 7-0 voor, maar je wilt natuurlijk, zeker als verdediger, wil je de 0 houden. Ja, dat is gewoon frustrerend als je hem dan nog tegenkrijgt, als je ook 7-0 voor staat. Gewoon frustrerend is dat, ja. Heb je dan nu nog steeds als trainer dat chagrijn ervan of kan je ook wel genieten van die 7 treffers? Nou, allebei. Maar ook wel het chagrijn hoor. Want wij hebben gewoon heel duidelijke doelstellingen met elkaar. We hebben de lat hoog gelegd voor deze groep. En dat kan ook, want het is een talentvolle lichting. Ja, dan, als je hier genoegen mee gaat nemen, dan wordt dat ook je lat. Dus daar leggen wij hem niet neer. Klinkende cijfers bij FC Utrecht onder de 18. Dankzij dus een ontketende Jesse van der Haar met een perfecte hattrick. 1 keer met links, 1 keer met rechts en 1 keer met de kop. Ambities voor onder de 18 zijn helder. Die gaan voor promoties. Maar wat zijn eigenlijk de ambities voor de vrouwen van FC Utrecht, Marlou? Ja, we hebben hele mooie ambities. En het is natuurlijk gek als je andere ambities gaat creëren voor vrouwen dan voor de mannen. Dus we hebben precies dezelfde ambities die de mannen ook hebben. En dat is bij de bovenste 30% proberen te horen van de competitie. Zoals het bij vrouwen nu is hebben we 12 club straks over een jaar in de Eredivisie. Dus dat betekent dat we toch echt wel willen gaan voor die top 4. Ja, en wat moet er nog voor gebeuren om toegelaten te worden tot die Eredivisie? Wist het vooral een beetje afwachten nu? Nee, ja, het is een goede vraag. Voor ons is het vooral afwachten omdat de plannen echt wel klaar liggen. En we echt alle vertrouwen in die plannen hebben. Maar in november zal er een datum verschijnen waarin andere clubs ook nog de plannen kunnen indienen bij de KNVB. Ja, en dan gaan we het proces in om uiteindelijk de licentie-eis te kunnen krijgen. En nogmaals, ja, we hebben echt alle vertrouwen in onze plannen. Dus ik hoop dat we in januari ergens een go kunnen krijgen. Ja, het is in elk geval aan alle kanten zichtbaar dat het bijzonder leeft, de terugkeer van de FC Utrecht vrouwen. Dat blijkt ook uit een videoboodschap die wij hebben ontvangen van Anouk Hoogendijk, voormalig topspeelster uit Woerden. En weet natuurlijk hoe het is om door te breken vanuit FC Utrecht. Uiteindelijk zelfs 100-voudig international werd van het Nederlands team. Ik ben echt super, super, super blij dat FC Utrecht weer met een vrouwenteam gaat beginnen. Heel lang geleden, toen kwam voor mij een grote droom uit, namelijk spelen voor FC Utrecht in dat prachtige shirt. Soms ook in het stadion met de beste speelsters en trainers. Voor mij is hier mijn professionele carrière begonnen. Ook al was het nog op amateurbasis. Ik gun alle meisjes met een voetbaldroom en het talent
om hun droom te kunnen verwezenlijken bij FC Utrecht. Het is gewoon een prachtige club en die hoort gewoon in de Eredivisie thuis. En ik kan niet wachten om volgend seizoen langs de lijn te staan. Ja, mooie woorden van een opgewekte Anouk Hoogendijk, die natuurlijk gestopt is als speelster. Als je kijkt naar iemand die nog niet gestopt is, dan moet ik gelijk denken aan Janice van der Zanden, een Utrechtse. Hoe aannemelijk is het dat zij wellicht terugkomt? Ja, dat weten we natuurlijk nog niet. Wat ik al zei, we zijn wel in gesprek met een aantal speelsters. Maar ook de speelsters uit het buitenland zitten natuurlijk nog allemaal lekker onder contract. Wij gaan gewoon vanaf januari gaan we in gesprek met de spelersmakelaars. En daar vandaan gaan we op de juiste manier de spelers benaderen. Maar zou het een droom zijn? Zij die zo succesvol was op het EK in 2017 hier, goud won. Ja, natuurlijk is het een droom. En het is natuurlijk een droom voor ons als club om gewoon de meiden die uit onze regio komen. En ook echt geboren en getogen zijn in onze regio. Dat is natuurlijk een droom om die terug te halen. Of om die hier te laten voetballen als ze nu nog wat jonger zijn. Dus ja, dat is vooral echt wel de strategie die wij aan willen vliegen. Nou, Janice kijkt zonder twijfel mee, dus je kan nog even een boodschap toe hebben, tot haar wenden. Ja, dat is zeker waar. Maar dat doen we wel op een ander moment. Snap ik. Ja, nou hebben we Jordi Zuidam natuurlijk als technische man voor het eerste elftal. Ben jij de technische vrouw? Ja, die vraag die heb ik vaker gekregen in de afgelopen weken. Maar ik vind dat wel heftig. Want in het vrouwenvoetbalwereldje is het natuurlijk nog niet zo gestructureerd dat er één iemand alleen de taak heeft om spelers aan te trekken. Je bent echt wel breder verantwoordelijk voor de hele organisatie. En dat vind ik gewoon onwijs gaaf om dat op te pakken en te doen. En ik hoop dat ik dat gewoon zo goed mogelijk met de hele organisatie kan doen. Zodat die meiden die nu die droom en ambitie hebben, dat ze het zo goed mogelijk hier kunnen hebben. Ja, we gaan van de vrouwen even naar het mannenvoetbal, want aankomende vrijdag dan speelt FC Utrecht hier in Stadion Galgenwaard tegen NEC Nijmegen en we gaan vooruitblikken op dat duel. Ja, ze hebben natuurlijk wel wat investeringen gedaan, goede spelers gehaald, dus ik denk een heel aardig team. They have a good team, a tough team, and they're well organized. For sure in every game we have to give everything, but yeah, it's a very tough opponent. En dan zit hij er bijna in tweede instantie, Doevikas uiteindelijk. Yeah, that we won in the last minutes with my goal, yeah. I think I scored also there. Doevikas! Favorite opponent for you? Yeah, I think. Yeah, if you score two times with them, yeah, home and away, yeah, I think it's my best opponent. Na de 1-0 zege op Vitesse staat FC Utrecht eindelijk in het linker rijtje. Met 8 punten uit 6 duels wordt er onderling een stuk meer gelachen. Ja, dat kun je wel zeggen. Winnen doet daar wel heel veel in goed. Het ziet er niet altijd even goed uit, maar dat we nu 6 punten hebben uit 2 wedstrijden, dat is het belangrijkste. Is dat misschien niet juist ook bemoedigend? Want het spel is dan misschien nog niet fantastisch, maar je wint wel 2 keer. Het kan alleen maar beter worden dan, toch? Het kan alleen maar beter, precies wat je zegt. Nee, inderdaad. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we gewoon nu de wedstrijden winnen en omhoog kunnen kijken. En dan, het spel komt vanzelf en daar heb ik zeker vertrouwen. You win also a lot of headers against your opponents. That's nice to see. To be honest, yeah, I like sometimes, you know, me to jump and Bas to take the second ball, it's good because the defenders don't know that Bas will go all the times. So yeah, it's more difficult for them. Bas is a very good striker and most important is that we have a very good communication inside the field. So yeah, it helped us very much. NEC is 10e in de Eredivisie en heeft een punt minder dan FC Utrecht. Hitte Travest weet wat er nodig is om de ploeg uit Nijmegen te verslaan. Ja, ik denk aan de bal, dat we veel vaster moeten zijn aan de bal. Misschien soms iets geduldiger. De bal lang in de ploeg, waardoor we zelf ook beter in het spel komen. En dat het veld ook niet te open wordt als we dan de bal verliezen. En ik denk dat daar wel een verbeterpunt in ligt. Ja, vrijdag om 8 uur Utrecht dat het hier in Stadion Galgenwaard dus opneemt tegen NEC Nijmegen. Is dat ook het stadion waarvan jij hoopt dat er aankomend seizoen zo nu en dan een pot van de dames te zien is? Nou ja, ik weet dat het stadion gaat zijn voor de vrouwen als we de Eredivisie weer in mogen. Dus ja, dat is onwijs gaaf om dat mee te nemen in de plannen. Dit wordt gewoon het podium voor ons eerste elftal. En ik vind dat ook niet meer dan logisch. Ja, en Marlou, als er nog leuke nieuwtjes zijn, dan ga je die wel bij ons bekendmaken, toch? Tuurlijk, altijd. Jullie zijn de eerste. Ja, hartelijk dank voor je komst en sowieso alle succes met alle voorbereidingen die nog nodig zijn. Ja, dankjewel. Ja, en tot zover deze uitzending van FC Utrecht TV. Jij voor de buis. Leuk dat je keek. Volgende week zijn we natuurlijk bij je terug. Zelfde tijd, zelfde zender. Dus heel graag tot dan.